Het is de officiële 12e manshirt. Nog een paar weken en dan begint in Zuid-Afrika het WK voetbal. Apeldoorner Harry Vesseur is daar al volop mee bezig. Hij heeft namelijk een WK-hit geschreven. In elke kroeg is het nummer straks te horen. Daar waar Oranje speelt. Harry, ik ben bezig met het mixen van het voetballiedje. Waar komt dit nummer vandaan? Nou, oorspronkelijk uit Zuid-Afrika, waar ook het WK gehouden wordt dit jaar. En het is een nummer op de melodie van Sari Marijs. Een heel oud lied, wereldberoemd. Dat zegt mij niks. Nou, vooral de wat oudere kijkers, die zullen het zeker herkennen. Zing eens een stukje dan. Bring me back to the old Transvaal, daar waar mijn Sari woont. Nou, en dat is het wel zo'n beetje. Harry maakt het nummer samen met producer Niels Verhoek. Het liedje lijkt aan te slaan. Het wordt, bij Radio Apeldoorn wordt hij, ik geloof een paar keer per week zelfs, al gedraaid. Dus daar gaat het wel heel goed. Landelijke radio is toch altijd heel moeilijk. Want er zijn toch allerlei plaatmaatschappijen die de radiostations volgooien. Jan Smit wordt toch sneller gedraaid als een plaat van Harry Vesseur op een of andere manier. Dat is toch raar, hè? Ja, terwijl het plaatje toch hartstikke goed is. Maar dus dat zal wel heel moeilijk zijn. Maar zeker in de regio leeft het al enorm. En het is leuk als het op de radio gedraaid wordt. Maar het wordt nu bijvoorbeeld al op de videoclip wordt al goed uitgezonden bij TV Oranje. Dus ja, daar gaat het allemaal wel goed mee. Die officiële videoclip ziet er zo uit. Het filmpje is inmiddels de meest bekeken WK-hit op YouTube. Ja, het WK moet nog gaan leven, dus we verwachten er heel veel van. En de boekingen rondom het WK... Die zijn al binnen. Doei!